Ja, vrienden. Ja, als ik een boer was, hè, ja, dan zou ik ook ontploffen van woede gewoon. Ja, en niet zozeer om al dat gebabbel over die stikstof. Want ja, in dat doolhof van details, dan raak ik ook af en toe even de weg kwijt. Nee, gewoon om wat ik zie, gewoon. En hoe boeren behandeld worden. En dat kun je zien op televisie. Ja, ik heb gekeken de afgelopen tijd. En toen zag ik in één keer in Begloof bij op één. En toen zag ik die Tjeerd de Groot zitten. Die Tjeerd de Groot is dan kennelijk de stikstofgoeroe van D66. En ja, en daar zat naast die Bart Kemp. Bart Kemp van die boerenorganisatie. Die Agractie of zoiets. Nou, in ieder geval, die gingen tegenover. Dat botste zo verschrikkelijk hard, vrienden, daar. En dat was ook volkomen logisch. Want die De Groot, die zit daar een beetje rationeel haags te babbelen. En je zag dus de wanhoop in de ogen bij die Kemp. Die kon daar gewoon totaal niet meer over weg. Want die Kemp, ja, die komt dus allemaal gezinnen en boerenfamilies en allemaal tegen. Die gewoon het helemaal niet meer weten hoe het verder moet. Die zijn de wanhoop totaal nabij. En die ziet alleen maar huilende boeren, ziet hij in zijn leven. Maar die De Groot, die zit daar een beetje hooghartig haags te babbelen. En ja, zonder enig inlevingsvermogen, zonder enige empathie, zonder enig gevoel voor de boer en zijn problemen. En daar zag je dus, oh, hoe dat misgaat. En dan zou ik als boer, dan zou ik gewoon ontploffen als ik zoiets zou zien. En niet veel later zag ik die WNL op zondag. En daar zat Adje dubbel T kuiken. En daar zaten twee boeren, Frans en Agnes. En die zaten uitgebreid uit te leggen wat hun problemen waren. En dan zie je gewoon zo'n, die dubbel T, die zat te kijken zo uit de ooghoeken. Zo van, nou ja, simpel volk, jullie snappen er ook heel weinig van. Waar haal je het vandaan, dubbel T? Ja, om zo met zo veel arrogantie en dédé naar die mensen te kijken. Met al jouw geblunder, dubbel T. En om je zo op te stellen tegen opzichte van boeren. En die boeren willen gewoon houvast. Die willen een beetje licht in de tunnel. Die willen een beetje perspectief. En die willen voornamelijk, en daar gaat het om. En daarom gaat het steeds fout. Want ik dacht al bij mezelf, binnenkort gaan we die trekkers weer op de weg zien. En dat is ook gebeurd. Ja, en dat komt omdat Den Haag de mensen, die boeren, niet met respect behandeld.